De Stichting Father Mother Figure Suriname, FMF, heeft gisteren aan enkele personen certificaten uitgereikt. Het doel van deze stichting is om jongeren en volwassenen te coachen op diverse gebieden. De stichting heeft in zowel Nederland als Suriname mensen gecoacht. Volgens Henk Redmond, oprichter en voorzitter van de stichting, ligt de focus in Suriname bij jongeren tussen de 8 en 18 jaar. We hebben een bewuste focus gekozen tussen 8 en 18 jaar. Waarom? Omdat daar de meeste veranderingen plaatsvinden in het leven van de jongeren. Ja, het kunnen zijn de fysieke veranderingen, ja, het kan zijn de ontwikkeling, ja, van het kind. Ja, situaties thuis kunnen veranderen. Ja, op school kunnen situaties veranderen. Je hebt dus GLO, lager onderwijs. Je hebt VOJ. Ja, dat is een verandering. Vandaar dat wij graag kinderen die moeite hebben met die veranderingen coachen. Ja, zodat ze daar een goede toekomst kunnen hebben. Dus wij willen graag verandering brengen in het leven van de kinderen. Dus FMF het jaar in Kenki, in Alibi. Voor de Ching. Zodat Alibi kan breken. Want daar gaat het om. Hè? Dat ze gaan glimmen. Ja, gaan glimlachen, inderdaad. Hè? Gaan glinsteren. Dat ze gaan shinen, in feite. Redmond zegt dat een coach probeert om zo'n kind bepaalde skills bij te brengen. Zodat het leven aangenamer wordt. Tijdens dit traject zijn volhouden en doorzetten heel belangrijk. Ja, belangrijk is om kind te blijven. Ja, te blijven spelen. Te blijven ontwikkelen, te blijven communiceren, te blijven samenwerken met anderen. Dat is heel cruciaal. Stel vragen, zoveel mogelijk, als kind, als je wil groeien. Het is heel belangrijk om vragen te blijven stellen als kind, om te blijven communiceren. En voor de ouders, wat ik meegeven, het is belangrijk om inderdaad te blijven zaaien. In de kinderen. En zoals Veronica aangaf, dat communiceren, dat zaaien. Want wat je zaait, dat oogst je. Ja, het is belangrijk om goed zaad te zaaien in het kind. Ja, goed zaad. Dat is heel cruciaal. Want als je goed zaad zaait, dan gaat u een goede oogst hebben van het kind. Tot zover Henk Redmond, oprichter en voorzitter van de Stichting Father Mother Figures Suriname. Hij sprak gisteren bij de certificaatuitreiking aan enkele jongeren, coaches en vertrouwenspersonen van de stichting. De certificaatuitreiking vond plaats in de trainingzaal van CIFUS.